Het ministerie van Openbare Werken lijkt geen handen genoeg te hebben voor de vele projecten in stad en district die op stapel liggen. Minister Riyad Noor Mohammed heeft vandaag tijdens een persconferentie zijn plannen uiteengezet. Van het bestraten en bezanden van wegen tot de veel grotere projecten, zoals het baggeren van de Suriname rivier en woningbouw. Voor wat de bouw van nieuwe woningen betreft, komt er een andere aanpak, zegt de bewindsman. U weet, afgelopen jaren, zeker 3-4 jaar, zijn ongeveer 20 tot 30 woningbouwprojecten opgestart door de vorige regering. In dat hele gedoe van Post-Parabank is alles aan rommel en chaos geworden. Huizen die gewoon niet afgebouwd zijn, is jammer. Tientallen huizen die staan in Wanica zonder raam. Andere projecten die grote problemen zijn beland, omdat de regering toen zich niet heeft gehouden aan de afspraken die gemaakt waren met die onderneming. Dat is zielig. 4000 woningen die eigenlijk opgeleverd moesten worden, maar geen enkel is op een correcte, nette manier opgeleverd. Eén van ze was onder andere 350 woningen als schenking van China. We hebben een procedure vastgesteld dat al deze projecten onder de loep gaan. En ook dit project, dat een grant was, heeft een nieuwe procedure. We hebben nieuw grond gezocht. We vragen eerst EBS en SWM of ze de garantie kunnen bieden dat er water en stroom komt. Want bij de andere projecten is er geen garantie. Dus daarom hebben we een nieuw beleid vastgesteld. We hebben de afgelopen dagen het beleid op grond gehad. We wachten nu op de reactie van deze bedrijven. Dus wanneer die garanties komen, dan pas zal dit ministerie van OV starten met dat project. Ook het fileprobleem krijgt de nodige aandacht middels een IDB-project en wordt middels fondsen van de Wereldbank het ontwateringsprobleem in Saramaca opgelost. De OV-minister heeft in de afgelopen weken ook diverse overeenkomsten gesloten. We beginnen met de laatste, dat is de overeenkomst met het bedrijfsleven. We hebben hier een overlegorgaan formeel gecreëerd van onderwijsinstellingen, de bouw- en constructiesector en het bedrijfsleven. Dus bij de onderwijssector gaat het om de Nathan Universiteit ITC. De bouw- en constructiesector, kennen jullie zelf, gaat om de aannemersvereniging, orde van ingenieurs, orde van architecten, vrienden van installateurs. We hebben ook toegevoegd de landmeters en notarissen, omdat die zo'n belangrijke schakel zijn als wij vergunningen uitgeven. En de derde groep is het bedrijfsleven. Je moet niet vergeten dat de bedrijven zijn die ook bouwen, die hebben ook vergunning nodig, maar die verdienen ook een beetje prioriteit. Want een bedrijf is productie, is werkgelegenheid. Dus dat is de KKF, VSB. Ook op personeelsniveau zijn er veranderingen aangebracht. Zo is er een tuchtcollege ingesteld waar het personeel met zijn klachten terecht kan. Minister Noor Mohammed deelde mee dat 2 van de 4 woningbouwprojecten zullen worden stopgezet. Het ministerie gaat slechts op zoek naar oplossingen voor de projecten te Richelieu en Rheberg. Ten slotte komen er ook hervormingen in het vergunningenbeleid.